Hier kun je je gewoon gratis laten opwarmen voor een fantastisch theaterseizoen van de Parade 2014. Tadaa! De schoorsteen in de Witte de Witstraat is de vervanging voor de straatparade die normaal de parade aankondigt. En de schoorsteen rookt al lekker en is dus klaar. Maar dat is op het festivalterrein wel anders. Daar wordt nog hard gewerkt. Een van de artiesten die nog bezig is met haar tentje is Jorien Berger. Zij maakt de voorstelling Super, hoe pech het nieuwe geluk is. En het wordt dus eigenlijk een soort van TED-talk-achtige lezing, is de bedoeling. Met een niet al te handig personage die dat dan uit gaat leggen. We hebben nog 4 uur te gaan, dan is het... Gaat het wel lukken? Nou, dat is heel spannend. En dat moet wel. Ja. Dus ja. Het moet gewoon. En anders is pech het nieuwe geluk, toch? Tijdens deze editie van de parade is er meer dans te zien dan voorgaande jaren. En er is rekening gehouden met de sportzomer waar we middenin zitten. Ja, we hebben de sportmonologen van Xaga. Dat is ook de openingsvoorstelling in Rotterdam. En daar komen allerlei sporters hun verhaal doen. En het is heel spannend, want je weet eigenlijk niet precies wie er op welke avond komt. Maar we houden er zeker rekening mee. Ja. Ook is er uiteraard weer aandacht voor het eten. Wat moet er allemaal nog gebeuren? Volgens mij van deze lijst denk ik nog dit ongeveer. Hoe laat is het nu? Ja, het is 2 uur geweest. Oké, dan moeten we nog even door.